Eerste uitzending, tweede paasdag, Nederland 3, 4 april. Maandagochtend 4 april, tweede paasdag, om 8:30 's morgens open ik het derde net. Dat is speciaal voor kinderen, mensen uit het Klokhuis, Sesamstraat, Jeugdjournaal, iedereen is erbij en we gaan op zoek naar een verrassing. De overkant van het ei, een programma in de teken van het fenomeen televisie. Presentatie Philip Freriks en Leonie Janssen. Het drie nettenspel. Wie is deze man? Schakel tussen de drie netten en vindt het antwoord. Elko Brinkman opent het derde net. Daarna laat hij zijn eigen programma zien. Stel me zo voor dat zo de geuzen ook binnengekomen zijn. Maar ik denk dat het toen allemaal wat minder makkelijk ging. In Young Musicians of the Year treden deze talentvolle jonge mensen aan in de nationale finale. Zowel 's middags als 's avonds ziet u in een rechtstreekse uitzending de uitreiking van de Edisons in de categorieën pop en lichte muziek. Het is bijna te veel om op te noemen. Portier, ik geloof dat ik naar huis kan. Ik heb alles geloof ik al gehad. Ik heb gehad drama, muziek, programma's voor de jeugd, film, ballet, jazz, reclame, politiek, beeld en kunst, paspoort, sport! Nederland 3, net wat je zoekt. Straks dus over ongeveer 15 minuten de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Over enkele ogenblikken weten we welk liedje de Nederlandse bijdrage zal zijn aan het Eurovisie Songfestival in Dublin. We gaan terug naar Den Haag voor de uitslag.